De bibliotheek zat vrijdagmiddag bomvol met een select publiek. Met journalist Albert Vondeling in de hoofdrol. Wat was er gaande? Nou, dat was de presentatie van het boekje Zie ze bezig. Daarvoor heb ik 36 portretten gemaakt van oudere Almeloers die op een of andere manier nog heel actief zijn. Op sociaal gebied, creatief, maatschappelijk, maakt niet uit wat. Daarmee wil ik illustreren dat ouderen heel belangrijk zijn voor de samenleving, omdat ze nog een hele belangrijke en actieve bijdrage leveren. Ik denk zelfs dat heel veel organisaties niet goed zouden draaien als ze niet die ouderen relevante bijdrage leveren. We komen natuurlijk steeds meer ouderen in onze samenleving. Wij worden allemaal ouder en die ouderen maken een steeds groter deel uit van de samenleving. En die ouderen, daar is natuurlijk ook al veel belangstelling voor. Maar dat is vooral belangstelling voor die ouderen als groep. En dan hebben we het over pensioenkosten, zorgkosten, noem maar op. Maar die ouderen, dat is een hele andere groep dan vroeger, zeg maar. Want het leven houdt niet meer op bij je 60ste of je 65ste of 67ste. Die ouderen doen nog van alles. Die gaan op reis, die gaan cursussen volgen, die ontwikkelen talenten waar ze misschien vroeger nooit aan toe kwamen, enzovoort, enzovoort. Dus het zijn dus ook allemaal individuen. En in dit boekje schenk ik dan aandacht aan alle ouderen op individueel niveau. En dan zie je dat het een hele leuke, boeiende, gevarieerde groep is. Die eigenlijk helemaal geen groep is, want het enige wat ze bindt is hun leeftijd. Verder doen ze allemaal hele verschillende dingen. En heb ik vastgelegd in een beeld, een foto. Van iedereen heb ik een portret gemaakt en een tekst van maximaal 500 woorden. Dames en heren, ik vind het een hele eer om om dit boekje in ontvangst te mogen nemen. Maar ik vind het ook. Ja, ik lach.